Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Vorige aflevering liep misschien niet zo soepel, maar nu heb ik weer ingesteld op 50 fps. Ik was het helemaal vergeten, kijk, nu loopt het allemaal wat soepeler. En vorige keer hebben we de Poseidon gedaan, we hadden natuurlijk drie achtbanen, de Frozen achtbaan, we hadden die ene waarvan de Emag heette die zo, en de Poseidon. En toen bleek dus dat er meer achtbanen in dit park zaten. Daar is de Poseidon, daar is een soort van drakenkleuren achtbaan. Ik noem het gewoon de drakenkleur omdat het zwart en rood is. En achterin heb je nog een soort attractie. Dus ik ga gewoon de bordjes volgen. Ingang. Kijk, hier is wel goed ingang te zien. Leuk dat het door een Nederlander is gemaakt. Dat vind ik vet. Dat vind ik echt heel vet. Kunnen we hier alvast in, mensen? Ik wil vast instappen. Kan het? Ja, dankjewel. Dan wil ik graag daarin. Ja, huppakee, we zitten erin. Hartstikke lekker zit ik. En het is een afschietbaantje, zie ik. Nou, we kunnen vertrekken. Komt u maar. Je kan weer de speed zien als je wilt. Wow! Bijna 100 km per uur. Oh, dit is gaaf. Je hangt aan de zijkant van het karretje. Dat maakt het sowieso gaaf. Woehoe! Even een lekker vaartje. Het is gewoon een hele relaxte ride volgens mij. Het zou wel leuk zijn als we een naam hebben. Anders moet je gewoon de eerste achtbaan zeggen of de tweede achtbaan zo. Dat was gaaf. Kijk die omgeving. Oh wauw. Fantastisch. Ik vind het een heel leuk baantje. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. Remmen. Oh gaaf. Ik vond het echt een super baantje. Echt lekker, gewoon echt vloeiend en ja, gewoon lekker simpel. En zo hoort het ook. We stappen uit, als het mag. Kunnen we uitstappen? Ja. En dan moeten we dus aan de andere kant eigenlijk uitstappen. En dan kunnen we bij het bordje uitgang, kunnen we om de achtbaan lopen. Dat ziet er tof uit. Hebben we een naam voor deze coaster? Nee. Nou, dan noemen we het gewoon de eerste achtbaan. Daar is de uitgang. Oké. Daar moeten we niet naartoe. Dan hebben we hier nog een achtbaan. Daar staat wel een naam bij. De Zeus. Een Zeug. Zeus. En de uitgang is daar. De ingang is daar. Weer andersom. Dit is de laatste achtbaan van dit park. En daarna gaan we nog een achtbaan doen vanaf een ander bestand. En er staan karretjes klaar. Maar daar kunnen we dus niet in. Dat is jammer. Ik had heel graag erin gewild. Oh, die komen natuurlijk eerst naar hier naartoe, hoop ik. Ja. Je gaat dus vliegen. Het is een hangende achtbaan. Je mag best wel hier naartoe komen hoor. Achtbaan. Kom maar op. Ik kan er ook niet in ofzo. Kan ik erin? Met fly modus misschien? Ja, zitten we erin? Nee, we zitten nog steeds niet in de achtbaan. Ja, nu zitten we erin. Yes! Het is maar gelukt. High five! En nou, dames en heren, is het een kwestie van wachten. Even wachten totdat het karretje gaat vertrekken. En we gaan vertrekken. Allemaal opgelet. Want we worden liggend vervoerd in deze achtbaan. En ik zag dat het een hele grote achtbaan is, omdat hij ook helemaal naar achter ging. Wat? Gaan we nou? Hier wil ik zitten, op het derde stoeltje. Gewoon een keer een beetje midden. Nooit altijd op die hoek. Ben ik nou een beetje klaar mee? Daar gaan we dan. Ik heb er zin in de Zeus. En ik ben helemaal alleen in deze achtbaan. Dat geeft niet. Ik vind het niet erg. Ik vind het wel gezellig. En we kijken wel een beetje naar de grond en af en toe naar de baan. Jullie weten het. En wat een hoop gras, joh. Heeft hij dat allemaal met de hand geklikt? Wat een gedoe, joh. Dat zal wel niet. Ik denk niet dat hij dat met de hand gaat klikken. Dan ben je gek. Maar wij gaan dus hier de bocht om. Een best wel scherp bochtje, joh. Moet je kijken. Zo. En nu gaan wij omhoog. En volgens mij is deze attractie best hoog. We gaan zelfs door een boom heen. Jongens, wie de tak ontwijkt, heeft gewonnen. Ja, jongens, allemaal gefaald, helaas. Wow, dit is een grote achtbaan. Jeetje, en wat een gave layout. Ik ben heel benieuwd. Heel erg benieuwd. Daar gaan we. Woehoe! Yeah!
Dat is een heel gaaf effect. Als je zo'n beetje naar onder kijkt, dan is het juist nog gaver. Als je naar de baan kijkt, is het niks. Je moet echt naar beneden kijken. Wow! Dit is gaaf. Woe! Oh, als ik Oculus Rift had, dan ging ik echt helemaal te keer van het lachen. Wow. Dat heb ik nu al. Ik weet niet waarom ik lach. Ik vind het gewoon gaaf. Enthousiast, denk ik. Ja, ik vind het idee wel gaaf dat je, zeg maar, hangt op je buik. Je bent echt Superman. Als je je hand zo vooruit strekt, dan is dat echt heel gaaf. Dan maken we nog een daling, kleine remmetjes. Dit is een hele steile droppen dit, hoor. Kijk, joh. Het gaat echt recht naar de grond toe. Woehoe! En dat maakt helemaal niet zo vaart. Ja, nu wel een beetje. Maar het valt mee voor zo'n steile drop. Ik geloof dat we nu bijna bij het einde zijn. Ja, we zijn er bijna. We gaan nog even wat vliegen. En dan hebben we de laatste bocht. Wat een leuk bochtje, joh. Zo lekker compact en klein. Het ziet er wel echt fantastisch uit. Ik vind echt de omgeving heel erg gaaf gedaan. Echt superleuk. Enige nadeel vind ik wel dat overal dezelfde bosjes staan om elk pad. Maar dat komt omdat dat is ook het enige bosje wat je kan selecteren in No Limits. Dat weet ik sinds kort natuurlijk, omdat ik zelf een achtbaan heb gemaakt. Maar dat je niet veel keuze hebt inderdaad uit bosjes. Nou, dit was hem. Ik vond hem echt heel tof. Ik vond sowieso de achtbaan heel gaaf. We gaan natuurlijk via de uitgang eruit, zo. Rechts zo die raad. Heb het heel leuk gedaan. Ik vind het super gaaf. Knap, knap, heel knap. Nou, deze is dus de tweede achtbaan. En de volgende achtbaan die we gaan doen heet de Rocket Coaster 3.0 Wood Abstract Version. Het is dezelfde maker die in een van onze afleveringen die hele rare, vreemdste kinderachtbaan had gemaakt. Jullie weten het vast wel dat hij recht omhoog ging. Of recht naar beneden, wat was het nou? Ik dacht recht naar beneden. En hij heeft nu dus een derde achtbaan voor me gemaakt. En ik ben heel benieuwd. De Rocket Coaster 3.0. Hij gaat hem nu opstarten. Kom maar op. En daar gaan we. Wat? We gaan naar achter. Dit is gaaf. Oh, we gaan best wel snel naar achter. Holy crap. Dit is heel apart. Maar wel heel erg positief apart. Wow. Woehoe. Dit is een hele toffe achtbaan. Holy crap. Zo, ik moet eerder naar mijn bedje. Oh, dan word je nog omhoog getakeld ook. Wauw, dat was apart. Ik vond het begin heel apart, maar we gaan natuurlijk nu ook achteruit dan. Dit moet wel. Wow! Ja, dat is echt heel stoer gedaan. Wauw. Excuus voor mijn gaap hoor. Excuus. Niet dat ik het... Oh. Wauw, dit was toch wel echt een hele toffe achtbaan, dat moet je eerlijk zeggen. Het had een hele aparte layout. Niet te moeilijk, niet te makkelijk. Nou ja, ik wil dit niet makkelijk noemen. Ik vond deze ondersteuning echt ontzettend gaaf. Nu moet ik gaan kiezen tussen de tweede achtbaan. De eerste achtbaan was tof. De tweede achtbaan was ook heel tof. En deze is ook heel tof. Dit is zo moeilijk, maar ik denk als ik moet kiezen, dat ik ga voor deze achtbaan. En waarom? Omdat ik deze nog weinig heb gezien in No Limits qua idee. Dat je achteruit wordt getakeld en de houten achtbaan hier ook over de kop gaat. Ik vond het fantastisch. Laat het weten in de comments wat jullie de leukste achtbaan vonden van deze drie. En vergeet zeker de video niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm. Zien we de volgende keer weer in een nieuwe No Limits video.